Commissaris van de Koning van Overijssel, Andries Heidema, schoof aan bij het ontmoetingsontbijt dat de start vormde van de week Kom erbij in inloop van de A. Kom erbij is de positieve draai die de organisatoren in Almelo aan de week van de eenzaamheid gaven. Zij brachten een keur van activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, concerten en theater bij elkaar. Hoe kijken commissaris van de Koning Andries Heidema, mede-organisatoren Marielle Oosterhuis en Maria Scheper tegen eenzaamheid en de oplossingen ervoor aan? Nou, ik vind het ontzettend belangrijk dat iedere Overijsselnaar gewoon zich thuis voelt in Overijssel. En ja, hoe jammer het ook is, er zijn de nodige mensen die om wat voor reden ook ja, toch erg op zichzelf zijn aangewezen. Eigenlijk een hele kleine kring van mensen om zich heen hebben. Ja, en dan zo'n dag als vandaag hier, de inloop aan de A, de start van de week van Kom erbij. Ja, dat is zo mooi om ja, iedereen het gevoel te geven. Je bent thuis in Almelo, je hoort erbij. En nou, zoals nu, we zitten met elkaar even te ontbijten. Hele diverse groep mensen. Ook allerlei organisaties die elkaar hebben ontmoet. Ja, dat is prachtig. Nou, ik zag een oproep op Facebook dat Almelo wat wilde doen aan de eenzaamheid. En ik denk dat vind ik een mooi initiatief. Dat sluit aan bij mijn werk. Ik werk zelf in een dagopvang voor ouderen. Dus hoe mooi is het dat jij met je kennis en kunde van je werk ook andere mensen kan helpen. En dat is het mooie van dit initiatief, want er zit geen leeftijdsgrens aan. Het is echt van 0 tot 100, kan bij ons aansluiten. En dat vind ik zelf heel erg prettig. Wij zijn met een heleboel vrijwilligersorganisaties, Avedan, ik werk zelf bij de club. Wij hebben allemaal onze vrijwilligers aangeschreven met de vraag: kennen jullie iemand in je omgeving die eigenlijk de deur niet uitkomt en die een beetje verpietert of die heel graag wat de deur uit zou willen, maar die eerste stap is zo moeilijk? Kom dan samen en neem samen die drempel. Dus dat noemen we eigenlijk de verdubbelaar. Dus iemand komt en neemt iemand mee en hoopt dat hij op die manier de stap naar buiten durft te maken. Ik vind het hier fantastisch en dit is natuurlijk nog maar de eerste dag. Volgende week zijn er nog heel veel activiteiten. Dat wordt ook overal wel gepubliceerd, die hele activiteitenkalender. Ontbijten ook op andere locaties, activiteiten die openstaan, culturele activiteiten die er zijn. Dus we hopen dat daar heel veel mensen op af gaan komen en willen nog steeds een beroep doen op iedereen eigenlijk. Ook al ben je geen vrijwilliger, maar ken je iemand die eenzaam is en je ziet iets in het programma waarvan je denkt, hey, misschien vindt mijn buurman dat wel leuk. Kom gezellig met je buurman kijken en buurten. En ja, op die manier maken we het heel simpel.